Hi, ik ben Mariska en ik werk bij de academie. Heb jij ook zo'n hekel aan afstoffen? Maar ja, helaas, het moet wel gebeuren af en toe. En dat is één keer in de week. Ik heb een filmpje gemaakt van hoe je dat doet en waar je aan kan denken. En wat eigenlijk nou stof is, want wat is dat nou? Ik bedoel, het ligt wel in je huis, maar hoe komt dat daar? Nou, kijk naar de video. Wat heb je nodig? Een stofdoek. Dit is een zachte doek die speciaal ontworpen is om het stof goed vast te houden. De doek is statisch, waardoor het stof aantrekt en vasthoudt. Deze doek mag je beslist niet nat maken. Of je neemt een microvezeldoek. Die kan je met een paar druppels water vochtig maken. Het is niet de makkelijkste manier, maar als je niks anders in huis hebt, doet het zijn werk. Een Swiffer, dat kan ook. Het is makkelijk in gebruik en de Swiffer wordt naarmate je vaker gebruikt grijs. Hierdoor weet je dat het stof echt opgenomen wordt. Wat is stof? Stof bestaat uit vezels en pluisjes van je kleding, kussens en dekens, huidschilfers en dode microscopische kleine insecten. Wat is afstoffen? Afstoffen is dat je stof, haar en pluisjes schoonmaakt die op meubels, vensterbanken en of op de planken ligt, weghaalt. Waarom moet je eigenlijk afstoffen? Afstoffen lijkt een beetje een nutteloos taakje, omdat je stof alleen ziet als je goed kijkt en het huis al snel schoon lijkt als je een beetje opruimt en stofzuigt. Stof kan zich echter ophopen en voor een muffe lucht en motten zorgen. Daarom is het belangrijk om dit eens per week toch even te doen. Het kost niet veel tijd of moeite en het resultaat mag er zijn. Indien je allergisch bent of astmatische verschijnselen hebt, zal het niezen en hoesten aanzienlijk afnemen. Oké, we gaan aan de slag. Oké, we gaan beginnen met afstoffen. Als eerste ga je beginnen met alle spullen hiervan af te halen, want zoals je ziet gaat dit me echt niet lukken om daartussen te gaan stoffen. Dus dat gaan we als eerste doen. Zo, zoals je ziet heb ik nu alle spullen van de bovenste plank afgehaald. Kijk hier maar eens tussen. Ik zie allemaal stof liggen. Jullie ook? Ik heb mijn stofdoek gepakt. Ik ga beginnen in de hoek. En ik haal zo het doekje. Heen en weer. Nou, ik kan niet zeggen dat deze plank stofvrij was. Een tv die is statisch en statisch trekt heel veel stof aan. Daarom is het belangrijk om ook een tv regelmatig te stoffen. Dit doe je altijd met een droge doek, want een tv die gaat kapot als je het met een vochtige doek doet. Doe dit heel voorzichtig en zet vooral geen kracht, want dat is niet nodig. Ga met de doek over de tv. En zo wordt de tv ook weer stofvrij. Heb jij toevallig lamellen of Luxeflex in huis? Ik heb een tip. Doe je lamellen dicht. Of je Luxeflex. Kijk. Wanneer het dicht is, ga je met het doek over de Luxeflex heen. Zo ben je ook aan het stoffen en gaat het een stuk sneller en duurt het niet zo lang. En heb je het wel stofvrij gemaakt. Zo, ik ben klaar. En ga nu even lekker zitten.